Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Er trekken wolkenvelden over Nederland en vanuit die bewolking valt van tijd tot tijd wat lichte regen vooral in het westen en noorden van het land, maar van het zuiden uit breekt geleidelijk de zon af en toe door. Dat betekent vanochtend dus de meeste wolken in het noorden. Daar is het 16 graden, in het zuiden een graad of 15. Daar beginnen we nog met een wat koelere start. Maar het kwik loopt op en de verschillen keren om. Want in het noorden is het vanmiddag 20 graden, in het zuiden plaatselijk 24 Daar de meeste zon, in het noorden nog een spatje. Maar ook daar af en toe de zon erbij. Een meest matige wind uit het zuidwesten. Vanavond hebben we opklaring, is het rustig, is het op de meeste plaatsen droog. En liggen de temperaturen rond 19 graden, komende nacht koelt het uiteraard nog wat verder af. Morgen wordt het 18 tot 23 graden. Het is vrij rustig met wolkenvelden, af en toe de zon. Wind is westelijk en overwegend matig van kracht. Dan gaan we naar de dinsdag en dan hebben we toch weer die tweedeling. Met in het zuiden de hoogste temperatuur en de meeste zon. En in het noorden de meeste wolken en zo'n 20 graden op de thermometers. Ook woensdag grote verschillen wat temperatuur betreft. Dan en vooral ook donderdag kans op enkele buien. En donderdag liggen de temperaturen weer rond een graad of 20. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.